Hebben we hem? Ik wil uiteraard iedereen bedanken, aannemen, MRDH en alle partners die hierbij geholpen hebben om deze waanzinnige nieuwe voorziening, nieuw, hij ligt er al wel even, maar de nieuwe asfaltlaag is nu echt ook aangelegd. Ik denk dat het een waanzinnige voorziening is waar heel veel bewoners, met name in een bepaald deel van de kernspijkenissen, blij mee zijn. Want het fietsverkeer willen we alleen maar promoten, dat wil de verkeersonderneming ook, dat wil de MRDH ook. Ja, daarvoor hebben ook 3 fietsfabrikanten hier winkels in Spijkenissen een deal dat de komende 10 dagen mensen zoveel mogelijk uit die auto van die fiets gebruik moeten gaan maken. En die hebben ook e-bikes ter beschikking gesteld, dus dat wordt alleen maar mooi als mensen dat ook gaan doen. Ja? En dat zijn, mag ik ze noemen, Ferdinand? Van mij wel, ja. Mons, Van Dijk en Bike Totaal volgens mij. Juist. Nou ja. Daar gaan we hopelijk gebruik van maken. Dus dan laten we hopen dat zoveel mogelijk mensen niet meer in die auto stappen, maar zoveel wat de fiets gaan pakken. Om juist ook van deze voorziening gebruik te maken. Dus we zijn ook met de afdeling Stadsbeheer al heel goed aan de gang om ook het strooiseizoen in de gaten te houden. Want dat wordt ook nog een uitdaging. Ja, maar goed, prachtige voorziening. En ik ben er heel blij mee. En aannemer, super bedankt. Dank u wel. Goed.